Well, here we are. Zo, hallo allemaal, Offering welkom we this bij een nieuwe Champions aflevering Cup van mijn Feyenoord carrière. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag spelen tegen Porto. De eerste Champions League wedstrijd dit seizoen. En ik heb besloten om toch maar weer 4-3-3 te gaan spelen. Met de punt naar voren. Waarom? Geen idee. Mijn gevoel zegt dat het gewoon beter is. En we gaan het vandaag zien. We spelen wel gewoon verder met de sterkste opstelling uiteraard. Zoals die nu is. En ik ben benieuwd hoe het gaat. Hopelijk beter dan de laatste tijd. Dat we in ieder geval weer wat meer doelpunten gaan maken. Hoewel het tegen Excelsior best aardig was. 3-0. Nou, dit gaat dan weer niet zo goed. Lekker suggesten. Maar ja, ik weet niet. Het spel was aardig, maar echt grote kansen die bleven toch vooral veel, vaak uit. Geef hem op Vidalba, jammer. Bruno Martins in, die zit hier weer. Zit hij weer terug bij Porto. Hey, scheids. Ja, ik wou net zeggen. Hij loopt gewoon vol in mijn rug. Nou, Sanchez. Doe hem er eens in. Oh, jammer. Dat scheelde niet zo heel veel volgens mij. Lekker jongen. Dolberg. Oh, lekker. Dolberg. Ja! Lekker hoor. Heerlijke goal. Mooie paas van Vilalba. Lopje eroverheen. Dolberg neemt hem perfect aan. En schiet hem binnen. Binnenkantje voet. Verre hoek. Hoeft niet hard te zijn. Als hij er maar in gaat. Maar die aanname was wel perfect. Ik had dat niet verwacht om eerlijk te zijn. Ik denk nou dat wordt weer balverlies. Maar heerlijk. Zie je, zo hebben we gelijk wel weer een goed gevoel bij de 4-3-3. Wel houden zo. Oeh, Vermeer. Lekker. Goed tegenhouden, jongen. Weg met die bal. Weg met die bal. Lekker Vermeer. Nee! Ik dacht dat Vermeer een meer had, maar blijkbaar niet. Oh, dat ging niet. Bal voor ons. Gooi hem dan een stationnetje verder, man. Kimmich. Goeie bal richting Agüero. Nou, hang hem erin. Voor. Ah, shit. Gooi hem erin, wou ik zeggen. Niet hang hem erin. Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd met dat soort uitspraken. Maar goed. Oh, zonde. Lekker jongen. Ah, dat is jammer. Ja, weer een schrijfbal. Terecht. Gaan we die in één keer schieten? Ja, joh, wel niet. Gaan we proberen. Ja, jammer. Iets te ver misschien. Koppen. Lekker, jongen. Oh, panna. Op Vidalba. Oeh, netjes verdedigd. Omhaal. Wel hoogspel, dat vond ik van wel. Ruimte voor het schot. Jammer, jammer, jammer. Hup, we hebben de bal weer, jongens. Oh, Vialba, pas hem. Op zijn Justa. Oh, uitgespeeld. Nee!
Ja, dit is wel de reden waarom ik gestopt was met die opstelling. We kregen zoveel kansen vaak tegen, maar goed. We creëren ook een stuk meer, dus misschien een hoop leukere wedstrijden. Ageapool, jongen. Nou, hang hem voor. Vialba niet. Nog een keer. Nu wel dan, Vialba. Je staat in de weg, lul. Oh. Ik vind hem op Diego Costa lijken, dat vinden jullie. Hij is het niet. Kijk eens even hoe dat loopt. Ja, en dan verprut jij het weer. Kongolo, ik weet niet wat je hier doet, maar pak die bal. Iemand pakt die bal. Dat mag het ook. It's Kimmich. 4 extra minutes to play here of added time. Goed bezig, jongens. Good forward play from them. Goed gestart. Goede voorzet nu Dolberg. Jammer. Sanchez. Schiet de jongen. Ja, nee. Oh, net mis. Nou, voor mijn gevoel speelt het in ieder geval een stuk lekkerder weer. Wat is jullie ervaring? Hoe vinden jullie dit? Gewoon weer 4-3-3. Is toch een stuk leuker om naar te kijken zo, of niet? Even kijken hoor, gewoon even zo door blijven ballen. Voorlopig. Well, this first match of the Champions Cup has taken shape in the first half. Second half underway. Yeah, match day one. You always want to get off to a good start. Oh, Kongolo. Bos in. They've coped with it well defensively. Sanchez, wat was dat? Gaan nou niet weer rare dingen lopen doen, hè? Nou allemaal. Kom op, zeg. Weg, weg, harder weg, jongens. Wat is dit voor gekut? Ja, Kimmich snapt het. Wat een kutpaas. Good work by the referee, playing the advantage for Porto. Trying to switch on the attacking power in this situation. Op Kongolo hebben, lekker jongen. It's Kimmich. Vialba. Hoppatee, kijk. Porto in possession. Hey joh, dat is wel heel makkelijk hoor. I see a substitute coming on for the away team here. Kijk, dat doen we weer goed. Coming forward with some danger. Kom op, Pozuelo, pak die bal jongen. Heb hem nou. Zonde. Goeie aanname. Nu een goede voorzet. Dolberg. Oh, jammer. Jongens. Jongens. Zo bijzonder loopt hij nou toen niet te voetballen. Pak hem nou gewoon aan, man. Goed zo. The opposition can get at them. Rushing it here. Moving from one side to the other. Ja, dat is weer niet zo best. Kon de bal ook nergens kwijt. And then just lost the concentration. Lost the ball as well. They've got to work hard to try and get it back. Lekker jongen. Ah, jammer. Lekker Sanchez. For the away side, time for a change. Moving forward with some danger to the opposition. Klop. Nu een goede voorzet. Nee, dit is geen goede voorzet. Oh, die keeper, die doet wel heel raar. Had ik dat geweten? Ik had het al opgegeven. Hebben, jongen. Jammer. Gaan we eens even wisselen. Er zijn vast mensen moe. Kijk, dat bedoel ik. Jij bent moe. Ga jij erin?
Pozuelo is moe. Kom jij erin? Moeten we nog iemand anders wisselen? Ja, Dolberg maar, denk ik. Huppatee. Drie nieuwe aanvallende spelers. Oh, Van Beek. Jongen, als jij het dan niet redt, wie dan wel? Oh, Vilena, wat doe je? Hè? Waarom dan? Nee, ik weet echt niet wat ik misdaan heb. Corner. Tjonge. Ja, ik wou het zeggen, die vliegt er nog in ook zo. Zo jongens, let eens even op man. Scheids, ik weet niet hoor, ik word geblokt terwijl die gozer niet eens voor de bal gaat. Dat mag niet. Just over 15 minutes to go. Door op jongens. Looking good this move. Here's an opportunity maybe. Nu dan. Zo! Jeetje. Ik geloof niet dat ik ooit zo slecht op doel heb geschoten. Godsamme. Heerlijk. Op snelheid, jongen. Leg hem terug. Emre Mor schiet hem erin. Heerlijk hoor. Ja, ja, ja. Kijk. Goed teruggelegd. En heerlijk ingeschoten. Hard en strak. En bam, gewoon erin. Camera kan nog niet eens bijhouden. Nou, en nou is de overwinning toch wel binnen, mag ik zeggen. Wat mag ik nou toch wel zeggen, jongens? Ik vind die Emre Mor nu wel een top aankoop. Hij scoort ook gewoon eens. Champions League debuut voor mij. De competitie debuut scoorde hij al. Champions League ook. Ik zeg, die houden we erin. Nou, wat een vrijheid. Andere aden. Schiet hem erin, jongen. Nee, tuurlijk niet. Ja, alsnog 3-0. Kimmich. Ha! Lekker meegelopen, jongen. Andrade had dit al af moeten maken natuurlijk, maar goed. Het zou je hem vergeven. 3-0 tegen Porto, jongens. Is er ook niet niks, hè? Misschien zijn we verwend geraakt omdat we vorig jaar natuurlijk de Champions League gewonnen hebben, maar... Porto is natuurlijk gewoon een enorm sterke tegenstander normaal gesproken, dus dan is 3-0 gewoon hartstikke lekker. En dan gaat dat braden weer. Leg hem er terug op mooi. Ah shit, Sanchez ook niet. Nog wel een corner. Kop hem erin. Nee. Het zal afgelopen zijn nu. Nog niet. Ja, nu wel. Toch afgelopen. Nou, lekker 3-0, jongens. Oh, oh. Het was niet altijd goed, maar volgens mij toch al wel weer een stuk beter als de laatste tijd. Misschien in ieder geval een stuk leuker om naar te kijken. Nou, we hebben goals van Mor, van Kimmich en van Dolberg. Assist van Ageompong. Villalba en niemand, zo te zien. Nee. 2 assists. En dan gaan we weer eens verder kijken. Wie zaten er bij mij? Celtic, Atletico Madrid 1-2. Dus Atletico Madrid heeft ook 3 punten. Maar op doelsaldo sta ik dan toch bovenaan in de groep. Dus dat is lekker. Nou, gaan we eens kijken wat ons brengt. We moeten de volgende wedstrijd tegen Heracles. Verder is er niet veel te doen, dus laat ik het daarbij voor vandaag. Ik zeg heel erg bedankt weer en hopelijk tot morgen. Later!